om symbolisch het eerste pakket over te dragen aan de voedselbank. En daar hebben we onze wethouder van aangezien dat hij ongetwijfeld ook nog gewoon een stichting wordt. Tot u allen heel dichter. Ik kan jou niet overtreffen. Ja, het is toch geweldig, hè? Wat er allemaal tot stand komt, ondanks die coronacrisis, of misschien juist wel door die coronacrisis. Geweldige initiatief in de hele stad, hier bijzonder in Loosduinen, waar cliënten van de voedselbank straks een kerstdiner uitgereikt krijgen vanmorgen. Kerst is echt anders dan we gewend zijn, met veel minder mensen, minder gezellig daarmee misschien ook. Maar ik hoop echt dat we dit jaar gebruiken om echt stil te staan bij dat wat het kerstboodschap uiteindelijk ook is. Ik wens iedereen in Loosduinen een heel mooie kerst en hele mooie laatste dagen van het jaar. En ik hoop dat dit type van initiatieven bijdragen aan die saamhorigheid ook in Loosduinen. En dat we dit soort initiatieven ook vasthouden, ook na corona.